Hallo beste mensen, ik ben Robert en sta hier bekend als Station 7. Ik ben de oprichter van de Rode Ridder Wikia. Spellen worden gespeeld van jong tot oud. Spellen spelen een kleine rol in de wereld van de Rode Ridder. Desondanks is dit een tweedelige vlog. Wanneer het tweede vlog over spellen komt, is momenteel onbekend. Spellen komen voornamelijk voor tijdens het tijdperk van Karel Biddelo. Twee puzzels van Puzzelman. Dit is een puzzel van Puzzelman. Onder andere. Kwamen in samenwerking met de standaarduitgeverij. Deze verscheen in 2004. Op deze cover staan waarschijnlijk de personages ook Barabbas en Haakon uit de toverstaf. Maar dit is onbekend. En ook is hier een kleine cameo van Karel Biddelo zelf. En deze puzzel is dus van Puzzelman. Samen met ook het slagveld in Lyonesse. Dat is ook een puzzel van. En deze verscheen tijdens het album 153, De Toverstaf. Deze twee puzzels zijn dus van Puzzelman. Daar hebben we ook nog. Welbekende Rode Ridder avonturenspel. Ook van de standaard uitgeverij. En deze verscheen in 1991. Hier heb je verschillende karakters. Je hebt hier de spelregels uiteraard. En een puntenboek. Dobbelstenen. En dan heb je hier ook nog leuke kaartjes en kaarten en waaronder figuren staan. En dan heb je hier ook nog eentje van. Je hebt er meerdere van, maar dit is dan weer voor het spel, om het spel te spelen. Om zo het spel te winnen. Dus hier heb je een... Johan en een levende dode en een Bertram, allemaal tijdens de horstperiode. Hier nog meer van dezelfde dingen voor het spel te spelen. Allemaal dingen die voorkomen in de Rode Ridder. En nog meer, je hebt er genoeg om het spel te spelen. Hier heb je wapens. Die zijn natuurlijk ook belangrijk in de wereld van de Rode Ridder. En nog meer wapens. En nog meer om het spel te spelen. Vechtkracht, een uitstraling en een draak en een moerasmonster staat hier allemaal op. En dan heb je hier... Ook nog meer karakters, waaronder Demonia en Amarget en Narcissus. En nog een laagje wapens die voorkomen in de wereld van de Rode Ridder. Allemaal wapens. En dan heb je hier het bordspel. Dat zijn de meerdere papiertjes die je aan elkaar moet leggen. Zo één wereld te maken. Er zit een skelettenhoofd. En hier nog een deel. Nog eentje. Die moet je allemaal aan elkaar leggen. En dat was net trouwens Kasteel Horst. En dit is alles dus van het Rode Ridder avonturenspel. En dit is dus het boekje om de spelregels in te lezen. En dit is het Rode Ridder avonturenspel. Er staat ook een uitgebreide informatie over het Rode Ridder avonturenspel op internet. Dus deze. Hier. Tijdens het 100ste album kwam ook De Vervloekte Stad. Dus het 100ste album. En daar zat een toernooispel bij. Helaas heb ik dat toernooispel niet. Maar wel papier waar het heeft ingezeten. En hier kun je het lezen. Extra dik.
8 bladzijden meer met toernooispel en een fraaie poster. 100ste album. Ook is er een wel bekend, De Rode Ridder, De Gebroken Kracht. Gebroken Kracht. Dit spel die Karel Bidlo in samenwerking met Klaus Scholz. Dit spel moet je 4 verschillende spellen spelen. In het begin moet je Johan bevrijden. Daarna moet je 4 verschillende spellen doen. En dan kun je komen bij Bahaal. Waarschijnlijk. Maar ik weet niet hoe het spel eindigt. Want dat kan ik nergens ook terugvinden op internet. En dus dat is wel jammer. Dit spel is in samenwerking gedaan met Art Attack. En Klaus Scholz, die tijdens de nieuwe reeks verscheen, die heeft ook hier aan meegewerkt, nog voordat hij aan de nieuwe reeks begon. Dit spel kwam namelijk uit in de 2000 periode. Dus ja, dit spel, hier zit een boekje bij. Hier is de disc. Heb je ook nog het strip-spelletjescombinatie. Dit is niet alleen De Rode Ridder. Het bevat ook Kiekeboe. Nu heet het de Kiekeboes. Urbanus. FC de Kampioenen. En Suske en Wiske. Mensen vragen hoe open je dit. Nou, daar open je zo. Zo open je dat. En dan doe je zo. Zo. En dan heb je de CD-ROM, waaruit uiteraard alle 5 de spellen staan. En dit volgt een andere verhaallijn dan in de stripreeks. En is ook gedaan door Art Attack, die ook net De Rode Ridder Gebroken Kracht hebben gedaan. En hier staan ook andere CD-ROMs, van onder andere de Kiekeboes. En hier is de disc. Dit spel kwam uit in 2003. Dus die lijkt weer terug. Zo, die is weer terug. Tijdens de nieuwe reeks verschenen ook meerdere kwartetreeksen. Nou ja, 2 reeksen. En die zijn bij 2 albums te koop, kun je de hele reeks krijgen. Je hebt van alle hoofdpersonages, hier Demonia, Merlijn, uiteraard het welbekende belangrijkste karakter, Johan zelf, Magiste, en Galaxa. En uiteraard Indigo Magister. Heb je allemaal. En ook nog 2 keer de spelregels. Heb je dus allemaal bij elkaar. En heb je dus de complete collectie om te spelen. Dus is er gewoon een. Kijk, 4 keer 4, dus zijn 32 kaartjes plus spelregels, zijn dus 33 kaartjes te spelen. Ook verscheen er van Gijns, die bekend is van zijn parodie op De Rode Ridder, De Rosse Ridder, een puzzel. Ook gemaakt door Puzzelman, die ook bekend staat van die 2 Rode Ridder puzzels die ik eerder in de video liet zien. En Gijns die heeft De Rosse Ridder gemaakt en De Rode Ruiter. Dit is dus een parodie op De Rode Ridder. En hier, zo in het midden, staat De Rosse Ridder. Ook tijdens de expositie van De Rode Ridder verscheen er een Rode Ridder vakantieboekje. En daarin stond onder andere een woordzoeker en een doolhof, dus ook 2 spelletjes.
En ja, die zal ik de volgende keer laten zien. Dus bij deze wil ik iedereen bedanken voor het kijken. En kijk uit naar de links. En dankjewel iedereen voor het kijken. Doei!